ik heb al het vermoeden gehad dat, dat seksualiteit meer dan seksualiteit is. Dat natuurlijk seksualiteit leuk, denk ik, vindt iedereen bijna. Maar ik heb altijd het gevoel gehad van, er moet een hoger doel achter zitten dan dat het alleen maar leuk is. En daar ben ik altijd naar op zoek geweest en in allerlei richtingen gezocht. En in de oude wijsheden waar ik gezocht heb, de Kabbala en nu het Hindoeïsme, ja, kom je ineens, ga je een poort doorheen waarin dat, dat zo essentieel is in de ontwikkeling van een mens. En zo, wanneer je op zoek bent naar hogere wijsheid, naar verlichting misschien wel, dat de erotiek de weg daar naartoe is. En dan wordt erotiek ineens iets goddelijks, iets heiligs. Zowel in je eigen beleving, maar ook in de beleving met je partner en het samenklinken letterlijk met je partner. En dat vind ik zo'n fascinerend iets, wat voor mezelf in mijn leven een groot geschenk is, waar ik van Michelle heel veel van geleerd heb en waar we nog steeds op dat pad zitten om nog heel veel van te leren. Dat ik dat ook iedereen gun, iedereen wil laten, mijn enthousiasme wil delen van, jeetje, er is zoveel mogelijk met erotiek. En als mensen jouw boeken lezen, hè, zullen die dan misschien in hun dagelijks leven niet zo'n spannend leven hebben en dat ineens wel lezen in jouw boeken, denk je dat mensen ook daarom die boeken graag lezen? Ik denk het wel. Ik denk, ik durf daar over te schrijven en niet van, oh, kijk eens wat ik durf, maar ik denk dat ik wel een toon daarin vind dat het voor iedereen toegankelijk is, dat het voor iedereen nieuwsgierig maakt, dat iedereen benieuwd wordt naar wat het precies is. Natuurlijk zijn er veel mensen ook op dat pad die zullen het herkennen gewoon uiteraard. En voor de mensen die er zelf nog niet mee bezig zijn, hoop ik dat het inspireert van goh, kijk eens, van wat er nog, wat er, seksualiteit is sowieso mooi natuurlijk, wanneer twee mensen van elkaar houden. Zeggen de kabbalisten en die vrijen met elkaar, dan kun je niet dichter bij God komen. Dat is sowieso het geval, of dat je nu nog allerlei meditaties of whatever bij doet. Maar als je dat wel doet, jeetje, dan wordt het zo'n intense beleving, dan is het zo'n oerkracht en een heilige kracht die naar boven komt, dat ik denk van, ja, ga het eens proberen. Ga eens kijken wat het oplevert. Want het zou zonde zijn dat je je laatste adem uitblaast en dat je dat niet zou meegemaakt hebben. Nu ben ik voor altijd onderweg naar de liefde, naar het meisje dat aan de oever verscheen.